Ik wist eigenlijk nooit vroeger ook al niet hoe dit werkt, dus ik doe altijd maar wat. Ik sta in the middle of nowhere, want vandaag ben ik dronevlieger. Samen met Niels. Hopla, gaan we doen? Gaan we doen, ja, wat gaan we doen? Vliegen met een drone, hè? Lekker makkelijk. Ja. Oh, houdt dat dronevlieger in? Ja, dat is schijnbaar een beroep. Wist ik ook niet. Het is pas sinds kort dat we officieel dronepiloten zijn. Daar moet je ook een opleiding voor doen dan? Ja, ja, certificaten behalen voordat je mag vliegen officieel. Aan het einde van de dag gaan we jou laten vliegen. En dan ga jij een nieuw intro maken voor je 100 dagen 100 banenbusje. Een jekje aantrekken. Dat als wat fout gaat, dat ze bij mij moeten zijn. Wauw, ik wist echt niet dat dit zo serieus was. Ja. Please stand back, do not approach. Because Lonneke is filming. Maar denk je nou niet dat de mensen denken van ja, maar het is toch gewoon een speelgoedvliegtuig? Die drone die wij gebruiken, kan je hand eraf snijden. Ja. Dus dat zorgt er wel voor dat we wat maatregelen moeten nemen. Wat heb je hiervoor gedaan? Ik was heel professioneel skier. En 7 jaar geleden had ik zoiets van, ik wil mijn afdalingen die best wel schuin zijn, van een ander perspectief filmen. En toen had ik een drone gebouwd. Oh, wat cool. Ja, en daar begon het mee. En toen de website opgezet en een paar dagen later zat ik bij Discovery Channel. Dus, maar was jij dan ook echt een van de eerste? Zeker een van de eerste die de professionele wow, dat vind ik echt mega bijzonder. Dit is natuurlijk een beroep echt van de toekomst. Ja. Maar je gaat natuurlijk straks allemaal van die dingen krijgen die we nu met auto's misschien wel doen. Illegale street drone races en zo. Nou ja, wat dacht je van drugsmokkel? Of een gevangenis een wapen laten vallen. En dat zijn de illegale dingen die nu al gebeuren met drones. Gaan. Wat slim. En dan zie je daar een knop zitten. En dan mag je die 3 keer omhoog naar beneden doen. Wat kost zo'n ding nou? Alles bij elkaar hier zit je zo rond de 10.000 euro. En dan mag je er nog niet mee vliegen. Even, wie zijn die lelijke schoenen? Oh, dat is van mijn cameraman. Oh jee, je gaat ook nog in beeld. De drone heeft allerlei sensoren erin zitten om recht te kunnen vliegen. En we moeten er altijd voor zorgen dat die sensoren optimaal zijn. Want stel nou, hij denkt van, ik ga nu naar voren toe. En dan het eerste wat hij gaat doen zo meteen, terwijl hij recht omhoog gaat, is tegen de cameraman aan. Ja, grappig. De kompasdans. Ja. Ready for take-off. In principe moeten we dat dan ook roepen. Heb je dan nooit, als je dan in je eentje staat, dat je denkt, ready for take-off? Oké, okay, ready for take-off? Ready for take-off. Oké, okay, taking off. Krijg ik dus al van het geluid. Ik ben hem nu zo aan het instellen dat we zo meteen een 3D-map gaan maken. En dan gaan we in kaart brengen wat de boer erop kan gaan zetten. Ja, vroeger wat cool. We hebben dat al met de hand gedaan, dan moet je helemaal zijn veld overlopen. En dan doen we dat in een paar minuten met de drone. Want hoe lang heeft het nou geduurd voordat je dit onder de knie had? Echt het hele vliegen? In een goed jaar. Dat je het echt goed kan. Zodat je weet wat de gevaren zijn van de drones en waar je op handen last gevaarlijk is. Je moet als dronevlieger natuurlijk heel veel rekening houden met omgevingsfactoren. Heel veel geduld hebben. Je moet goed om kunnen gaan met je klanten. Over detail. En een hele belangrijke is ook dat je flexibele werktijden goed moet aankunnen. Zie je, daar flikkert nu ook rood. Die zetten we de motor uit. Wat we zo meteen gaan doen is opstijgen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is deze iets omhoog te doen. En dan wachten. En dan zoef, zoef. Ja, en dan ga je nu met die linker ga je omhoog. Laat het gewoon lekker afgaan. Wauw. Voorzicht, hè. Dit is zo cool. Ik wil deze dag lenen. Ik ben zo cool. En moet je je voorstellen dat je dan nu nog ook de camera moet doen. We gaan nu de volgende onderdeel, hè. Gaan we best filmen. Laten we beginnen. Let's go. For this time to come. Naar beneden houden, helemaal naar beneden houden, de linker. Ik heb hem zelf laten landen. Wow, dat ging best goed, toch? Ja, ik heb niks gedaan. Echt niet? Nee, echt niet? Echt niet. Je hebt goed gedaan. Thanks.